Ik was de man voor de strafschoppen. En wel moeilijk, want ja, dat zijn belangrijke momenten. En het is ook een moeilijke moment, omdat ja, als je hem niet maakt, dan zou je ongetwijfeld die wedstrijd niet winnen. Ja, ik was wel zenuwachtig voor deze strafschop. Anders dan anders? Ja. Ja? Ja, omdat je dan toch veel meer de belangrijkheid inziet van zo'n strafschop dan normaal. Ik had wel de hoek bepaald en dat is ook. Normaal nam ik ze altijd wel dat ik bleef wachten op de keeper. En dan probeerde een andere hoek te zoeken. En deze strafschop zei ik gelijk tegen mezelf: van ik ga gelijk een hoek pakken en dan twijfel ik niet en dan zien we het wel.